In 1878 wordt in Georgië een kereltje geboren, genaamd Jozef Vissarionovich Djugasvili. De jonge Jozef zit graag met zijn neus in de communistische boeken van Karl Marx. Hij wordt zelf ook revolutionair en verbannen naar Siberië. Jozef ontsnapt uit de kou en sluit zich aan bij Vladimir Lenin. Tijdens de Oktoberrevolutie van 1917 komen ze in opstand tegen de tsaar van Rusland. Na een bloedige burgeroorlog wordt het land omgedoopt in de Sovjet-Unie. Met aan het hoofd Jozef Stalin, de man van staal. Hij smeedt plannen om de economie te stimuleren. Arbeiders werken zich te pletter. En wie niet luistert, krijgt ook een enkeltje Siberië. Of erger. Stalin wordt in de propaganda verheerlijkt als dé grote leider. Tijdens de Tweede Wereldoorlog strijdt hij met de geallieerden tegen die andere beruchte snor. Maar die warme samenwerking tussen Oost en West wordt daarna een koude oorlog. In 1953 overlijdt Stalin aan de gevolgen van een beroerte. En voor de Russen wordt het leven daarna langzaamaan iets minder beroerd.